hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik ben vandaag dus echt wakker geworden met zo erg buikpijn. Echt niet normaal. Het is vandaag ook nog zo erg warm. En gisteren had ik tegen jullie gezegd van ja, ik ga morgen echt even lekker een uurtje zonnen, dit en dat. Nou, dat gaat hem echt niet worden. Ik heb gewoon de airco heel hard aangedaan. En ik ga gewoon lekker binnen blijven. Heerlijk koel thuis. Ik heb toch al buikpijn. Dan heb ik geen zin om helemaal in de hitte te gaan liggen en zo. Het is echt een vies gevoel. Hij is hier echt de afdruk van mijn bril. Ik zit nu even in een ruimte waar de airco niet is. En ik ben nu al helemaal bezweet. Ik ga even snel een ontbijtje maken. Tegenwoordig is mijn planning om zo min mogelijk uit huis te gaan. Naar de supermarkt te gaan. Dus ik heb hier het diepvries volkoren koolhydraatarm brood. Ik ga eitjes bakken en ik ga thee zetten. Zo, de brood is klaar. Lekker geroosterd. Een lekker simpel ontbijtje. Gewoon een broodje ei met aardbeien en thee. Lekker hoor. Gelukkig hebben we voor ons nieuwe huis geen beige banken gekocht. Want dit kan echt niet. Kijk, één keer al die haar. En deze stof moeten we ook echt niet doen. Zoals je ziet denken ze dat het een krabbal is. Deze stof moeten we ook echt absoluut niet doen. Kijk, één keer. Kijk hoe vies. En kijk dit al. Ze hebben hem al kapot gemaakt. Ik moet echt even uitkijken met wat voor bank ik ga uitkiezen. Geef me alsjeblieft tips hieronder. Ik heb de kappen ook even schoongemaakt. Deze licht is altijd zo verschrikkelijk. Maar ik ben me aan het klaarmaken. Want wij gaan zo naar de bios. Het is volgens mij nog steeds niet afgekoeld buiten hoor. Want ik keek net naar buiten. Het leek wel een woestijn. Echt vieze hittegolf. We zijn ook echt nooit tevreden. Hè? De ene keer te warm, de ene keer te koud. Het is nooit goed. Maar goed, wij hebben al gegeten trouwens. We hebben echt heel lekkere sushi gehad. En ik had een heel goede bestelling gedaan. Want we hebben echt letterlijk alles opgegeten. En alles vonden we ook gewoon echt lekker. Ik laat je even zien welke sushi ik heb gehad. Dit is onze bestelling. We hebben een zalmsalade. Lumpia's is echt gruwelijk lekker. Ik heb een cola zero. Als sushi houden wij echt heel erg gewoon van tonijn en zalm. En that's it eigenlijk. We hebben hier spicy tuna. Dat is onze favoriet. We hebben twee van. Voor iedere bordje. Oké, ik ga starten met mijn favoriet. De spicy tuna. Oh yes. Helemaal uit elkaar valt die. I know. En ze zeggen dus deze heel lekker is. Het is dus tonijn met garnaal. Oh ja, ik weet al welke deze was. Het is de crunchy tuna. Ik vind deze ook heel lekker. Perfect kan je bestellen gewoon. Alles is op. Snel klaargemaakt. Echt mijn favoriete kapsel voor de zomer. Gewoon lekker een laag knot. Soms doe ik een plukje en soms niet, maar dat vind ik gewoon echt ideaal. Dan heb ik niet zo benauwd. Ik heb vandaag een zwarte topje aan van de Zara. Die heb ik gescoord bij de sale. En die kan je dus wel achter zo knopen. Dus ik vond hem heel erg cute. En daaronder heb ik gewoon een zwarte broek. Dit is zeg maar zo'n stretchbroek met zo'n split eronder. En die is van Pretty Little Thing, maar die heb ik wel echt een tijdje geleden gehaald. Kijk, zo kan je mijn outfit op even zien, denk ik. Broek en een topje erboven. Oké, ik heb ook maar sandaaltjes aangedaan. Normaal gesproken zou ik gewoon op slippers gaan, maar ik schijf. Oh, mooi hoor, hij heeft weer zijn hoed op. Hier in de garage is echt super cool. En net zo zegt hij tegen mij, ja, misschien moeten we hier gewoon stoelen gaan leggen. Gewoon hier gaan chillen in de zomer. Het is hier echt lekker, man. Niet normaal. Maar het komt omdat het hieronder is en wij zitten helemaal op de bovenste verdieping. Echt goor, man. Aanraden alle mensen die in een appartement willen wonen, niet op de bovenste verdieping gaan. Het klinkt heel leuk tot je er gaat wonen. Wij zijn onderweg naar de, ik wil zeggen, de ijssalon. Omdat, Pas op, even. Ja. Wij reden net langs een ijssalon. Dat was echt een dikke rij ervoor. Niet normaal. Wij gaan nu naar de bios. Hoe heet de film waar we naartoe gaan? Unhinged of zo? Ja, Unhinged. Het is echt een heel goede thriller. Tenminste, als ik van de trailer moet uitgaan. Maar we laten jullie even daarna wel weten hoe wij die vonden. Spannend dan weer. Spannend! Ik denk dat wij de enige zijn die met dit weer op de bios komen gaan. Ja, dat is de beste beslissing ever. Doen we naar rechts. Ja. Hierin? We zijn een beetje te laat, maar dat vinden wij niet zo erg. Want de films beginnen toch altijd laat. In het begin zijn er altijd zoveel reclames. En zelfs als je een kwartier te laat bent, dan ben je gewoon nog steeds op tijd. We zijn nu 5 minuutjes te laat, we moeten nog snacks halen. Oh, juist.
Wat voor snack ga je halen trouwens? Ja, maar geheel tot een beetje beter. Ga je niet in? Ja, dat weet ik niet. Saai, boring. Oeh, lekker kontje net. Wow. Sorry hoor, maar ik ga niet naar de bio zonder snacks. Dit zijn mijn snacks. Nessie moet weer saai, boring. Ik heb nibbits, ik heb M&M's, peanuts en ik heb Coca-Cola Zero. Ja, yes. En Nessie heeft heel spannend een flesje. Flesje saaie boel. Ja, jullie toch? We zijn nog steeds op tijd. Het is nog niet eens begonnen. Voor de kamers. Oh, wij zijn alweer thuis. Wij hebben dus de film Unhinged. Of een, ik weet niet eens hoe je thuis blijft gekeken. Maar als je op de Pathé-site kijkt, dan zie je het vast wel voorbij komen. Hij was best wel leuk. Het ging erover dat een vrouw dus ging toeteren in het verkeer naar een man. En die man die eiste om een excuus en ze gaf het niet. En daardoor ontstond er een beetje een ruzie. En toen ging hij haar dus heel dag te volgen. Ja, het is gewoon een thriller. Nu durf ik nooit meer te toeteren naar iemand. Nee, maar het is wel een goede film. Hij is ook niet te langdradig. Weet je, op een gegeven moment op de helft van de film dacht ik, oh nee, als het zo doorgaat is het te langdradig. Maar hij was echt gewoon best wel snel klaar. Dus het valt wel mee en het is best wel ja, een goed verhaal. Een goed storyline, zeg maar. Dus ja, was er wel positief over. Ik heb chips gehad trouwens en M&M's, maar ik heb de chips echt amper gegeten. Ik werd echt wel snel misselijk. Ik denk omdat ik zeg maar ook sushi ervoor had gegeten. Dus gelukkig maar. En nu lig ik in bed. En dan is mijn PlayStation aan het spelen. Ik heb net even de gezichten van mijn katten gewassen. Dat was echt een hel. Maar ze hebben vandaag met ons een beetje meegegeten met sushi. We gaven ze een beetje van die stukje zalm. En hun hele hoofd stonk gewoon naar zalm. Dus ik heb ze even gewassen. Dus ik ga voor het eerst met dit apparaat espresso zetten. Het enige wat je moet doen is straks twee keer op deze knop drukken. Ik ben echt benieuwd. Zie. Oh, was dat het? Oh, je hebt je nieuwe bekertjes geprobeerd. Ja. Goed. Nou, ik heb mijn eerste espresso, jongens. Sorry, maar ik voel het hier echt goor. Ik heb er niet op gedronken. Ik ga maar lekkere Turkse thee maken. Guys, bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Het is inmiddels 3 uur 's nachts. We gaan naar bed. Ik probeer net om te gaan slapen. Maar het is in onze slaapkamer 30 graden. Dus ik heb daar even de ventilatie aangedaan. Ik heb zo'n heel dunne dekentje nu om mee te gaan slapen. Want ik kan dus ook gewoon niet zonder een deken slapen. Ik val daar geen slaap. En dan ga ik nu lekker naar mijn slaapkamer.